Op 10 april, paaszaterdag, vond in Haren het jaarlijks terugkerende gebeuren plaats, namelijk het paaseieren ophalen. De twee basisscholen in Haren, de Rijt en de Leihoeve, hebben het samen georganiseerd. Zo'n 200 kinderen deden mee en vertrokken ze rond 9 uur. De kinderen werden in 4 wijken verdeeld, en wel in de Gever, de Noenes, het Seminarie en het Kerkeind. Ze gaan op weg om paasliedjes te zingen en zoveel mogelijk eieren te verzamelen, maar ze krijgen ook wel snoep en geld. Zo'n groep bestaat uit hoofdleiders, dat zijn meestal de kinderen van groep 8. De hoofdleiders kiezen hulpleiders uit en die houden de stand van de eieren bij. En dan heb je ook nog de Judas, die houdt het geld bij zich. De stokken die ze bij zich hebben zijn eigenlijk bedoeld om de manden te dragen. En in die manden ligt dan stro om te voorkomen dat de eieren breken. Nu nemen de kinderen karretjes en bakfietsen mee om de eieren te vervoeren. Van oudsher was dit gebeuren alleen voor jongens. Meisjes mochten niet meedoen. Maar nu zijn er evenveel meisjes als jongens die deze traditie in ere houden al zo'n 80 jaar. Traditie is ook om van die stokken iets aparts te maken door ze bijvoorbeeld mooi te versieren of mooi in te snijden. Rond de klok van 2 uur moesten ze zich weer verzamelen op het schoolplein en daar werd de buit vergeleken. Wie heeft de meeste eieren en het meeste snoep? Bij elkaar zijn er ruim 5000 eieren opgehaald, dat is 23 eieren per kind. En natuurlijk zeker zo belangrijk, het snoep wordt verdeeld. Alleen Haren en Helvoort houden deze traditie in ere. Aan geld was er 321 gulden opgehaald, dat wordt besteed aan het Foster Parents Plan en de missie.